Een meerderheid in de Tweede Kamer vinden dat er meer moet gebeuren om bijtincidenten met honden te voorkomen. Meer hondenrassen moeten worden onderworpen aan de agressietest. Die verplichte test moet nu bij 5 hondenrassen aantonen of de beesten zullen bijten of niet. Het invoeren van die test gaat echter niet ver genoeg. Er zouden veel meer aandacht moeten komen voor een goede opvoeding van de honden. Bijtende honden. Vaak zijn kinderen het slachtoffer. 5 als agressief bekendstaande hondenrassen worden binnenkort verplicht een test te ondergaan. Dit plan van minister Apotheker is bedoeld om problemen met honden tegen te gaan. Maar het is de vraag of de test bijtincidenten met honden kan voorkomen. Nee, er wordt eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Vooral nu in de nieuwe wetgeving helemaal niks. Want wij worden elke dag gebeld, meerdere keren per dag, door mensen die problemen hebben met hun hond. Die ze ergens bij een illegale fokker vandaan hebben gekocht of bij een hele grote broodfokker. Daar heb je de grootste problemen met dieren die gedragsgestoord worden op latere leeftijd. Daar had in de nieuwe wetgeving had daar een einde aan gemaakt kunnen worden en dat is helaas niet gebeurd. Het zou goed zijn uiteindelijk als alle honden waar professioneel mee gefokt wordt, als daar gekeken wordt of die agressiviteit aanwezig is, dus de agressietest, maar ook of honden gezond zijn. Want het is natuurlijk heel goed om daarmee ook te voorkomen dat ziekteverschijnselen doorgegeven worden aan het nageslacht. Dus die twee vliegen sla je dan in één klap. Op de universiteit in Utrecht worden honden getest. Met een pop als proefkonijn wordt gekeken of honden bijtgedrag vertonen naar kinderen. De test is bedoeld voor honden met gedragsproblemen. Die problemen kunnen zijn ontstaan doordat de dieren slecht zijn opgevoed of negatieve ervaringen hebben gehad. Die proef is bedoeld, is een onderdeel van de testjes, bedoeld om uit te maken of een hond met kinderen overweg kan of juist niet. En dat is natuurlijk van belang om te weten, omdat als een hond met kinderen niet overweg kan, hij er bang voor is en misschien zelfs wel agressie kan gaan ontwikkelen naar zo'n kind toe of naar kinderen toe, dat uiteraard riskant is voor kinderen. Dus daarom willen we graag weten of een hond dat inderdaad doet, zonder gelijk een kind te hoeven gebruiken voor die test. Het overgrote merendeel van de agressieve honden is agressief vanuit de angst, die verdedigt zich. Dat is denk ik ongeveer 70-80%, zo'n die hoge van alle agressieve honden. Is dat ook de reden waarom je vaak in krantenberichten leest dat honden kinderen aanvallen? Inderdaad is dat een van de redenen. Een andere reden is gelegen in het feit dat die kinderen soms in gezinnen zitten waar de ouders te weinig over de hond te vertellen hebben. En dan beschouwt de hond ook een kind als zijnde lager dan hij zelf. Dus dat kan ook nog een reden zijn. En de derde reden is dat de hond natuurlijk gepest kan zijn door een kind en zich dan gaat verdedigen tegen dat kind. Deze hond is bang voor kinderen. Zolang er een bal in het spel is, heeft de hond afleiding. Maar zodra de bal weg is, probeert hij de kinderen te mijden. Binnen durft de hond niet eens langs de kinderen te lopen om naar zijn baasje toe te gaan. Bij honden met dergelijke problemen moet iets gebeuren voordat de hond uit angst van zich afbijt. Een van de methodes is om met die hond aan de lijn naar bijvoorbeeld een kinderspeelplaatsje te gaan. De hond aan de lijn te houden, die gaat bij dat kinderspeelplaatsje gewoon zitten, rustig. Liefst zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk. En dan geef je de hond wat lekkers als de hond zich goed gedraagt. Dus geen teken van angst of geen teken van agressie laat zien. Ja, maar een kinderspeelplaats, bind ik de kat dan niet op het spek? Nee hoor, als je begint met eerst maar eens op enige afstand daarvan te gaan staan en kijken hoe de hond reageert. Als hij dan goed doet, dan geef je hem wat lekkers, dan kan je een paar meter dichter naartoe. Terwijl je ondertussen de kinderen op afstand houdt. Beter is het nog om honden van jongs af aan goed op te voeden. Socialiseren heet dat. De honden van jongs af aan te laten wennen aan zoveel mogelijk moeilijke omstandigheden. Deze fokker slaagt erin om op die manier de als agressief bekendstaande Doberman Pinschers tot erg sociale dieren op te voeden. Een broodfokker die smeert een stuk wat pups op de hoop. Op de wereld en die kijkt niet en dat is ook de aandacht. Je moet de aandacht aan besteden, ze moeten gewoon sociaal opgevoed worden. En dat is middel van lekker een keer knuffelen en een keer en niet 24 uur per dag dan maar laten zitten en af en toe een keer een beetje eten geven. Daar red je niet mee. Dus het is ook goed opletten van wie je hond koopt? Zeker. En dat is heel belangrijk. En dat hoeven dan niet speciaal fokkers te zijn die aangesloten zijn bij een rasvereniging. Het kan ook zijn dat iemand die
voor zichzelf beheerser is en toch een goede pufvakt. In de Tweede Kamer gaan nu steeds meer stemmen op om van de minister regels te vragen waar hondeneigenaren en fokkers zich aan moeten houden als ze hun dier opvoeden. Dat zul je inderdaad in regelgeving moeten vastleggen. Want je kunt mensen niet ergens toe verplichten als daar niet een wettelijke basis voor is. Dus wij verwachten van de minister dat hij dat voorstel volgt. Nou, hij heeft alle kans om dat te doen. De Kamermeerderheid die heeft de minister gezegd dat er wat moet gebeuren met betrekking tot die socialisatie. Meer verzorging voor die pups, niet van die hele grote fokbedrijven. Daarnaast hebben ze nog gezegd in Kamermeerderheid dat ze er voorstander van waren dat je aan een binnenhok ook een buitenhok zou krijgen. De minister heeft het naar zich neergelegd, maar de Kamer is ook niet sterk genoeg geweest om daaraan vast te houden. En dat is een gemiste kans geweest. Socialisatie is inderdaad belangrijk, want dat geldt voor elk levend wezen en zeker ook voor de hond. Omdat je daarmee dus een hoop problemen kunt voorkomen als je dat goed doet. En zo'n agressietest? Agressietest is alleen maar een middel achteraf om te kunnen constateren of een hond een bepaald risico oploopt. Wat betekent voor de maatschappij of niet. En dat betekent ook dat er een veel meer goede informatie gegeven moet worden naar potentiële hondeneigenaren, ook naar fokkers vooral ook. Over dit soort zaken. Het moet algemeen bekend zijn en worden dat socialisatie zo belangrijk is en hoe je dat precies moet doen. Zodat je inderdaad in de toekomst een heleboel van dit soort eigenlijk overbodige problemen kunt voorkomen. Ja, minister, Apotheker van Landbouw wil nog dit jaar met aanvullend beleid komen om het bijten door honden te voorkomen. Dit was overigens een reportage van Erik Bootsman.